Dag Tom, wat is jouw ervaring met gemotoriseerde tweewielers? Mijn ervaring dateert al van een tijdje geleden, in de zin dat ik denk ongeveer 22 jaar geleden eigenlijk begon met de motor te rijden. En vanaf 18, 19 jaar heb ik mijn rijbewijs gehaald. En dan ben ik altijd met Honda's gereden, een beetje geëvolueerd over de modellen. In het begin ook wat occasies eigenlijk en gradueel van een meer touring modelletje naar eigenlijk sportievere modellen. En in beginjaren ook altijd constant mee naar de NIF gegaan en mee naar het werk gereden. En dat is de laatste jaren wel veel verminderd, omdat nu met werk in een commerciële functie je moet altijd met een auto onderweg. En dus nu sta je er voor het plezier, puur plezier dat ik nog rijd. En de laatste 4 jaar ben ik dan ook begonnen met af en toe op het circuit te rijden. Dat is eigenlijk een beetje mijn traject tot nu toe. Je had een heel testpark van 18 motoren en scooters ter beschikking. Ja. Als ik dan circuit hoor en woon-werkverplaatsing, had ik misschien niet direct gedacht dat je voor de elektrische scooter van BMW ging kiezen. Wel net wel, omdat al die anderen eigenlijk ten opzichte van wat ik gewoon ben, dacht ik van dat ken ik bij wijze van spreken, daar zou ik niks nieuws mee ontdekken. Maar ik was wel heel benieuwd naar de nieuwe motorisatie en vooral dan elektrisch. Ik had er wel heel goede dingen over gelezen qua manier van rijden, dynamisch rijden. En ik was eigenlijk heel benieuwd om die nieuwe technologie eigenlijk te ontdekken. Dat is goed, dan gaan we jou dat 3 maanden lang laten doen en kijken we uit naar het eindverslag eind september. Oké, perfect. Let's go motor!